Het is 12 december. We zijn op Kampong. We hebben weer onderlinge wedstrijden, maar er is een bijzondere dag vandaag, want er is ook walking hockey. Jazeker, op veld 6 wordt walking hockey gespeeld. En we zijn hier met twee mensen die er heel veel van af weten. Johan Annema van het Nationaal Ouderenfonds en Hans Weusthof, een medelid van de OLW, maar die zich ook hard maakt voor walking hockey. Maar mag ik beginnen met het Nationaal Ouderenfonds? Walking hockey, waarom is dat zo belangrijk? Nou, waarom walking hockey zo belangrijk is, is dat wij nastreven als ouderenfonds dat ouderen op late leeftijd mee kunnen blijven doen. In welke tak van sport dan ook. Ja. En dus ook in het hockey. En we zien dat sommige mensen niet meer mee kunnen in het reguliere aanbod. En dan is het mooi als je een aangepaste vorm hebt, waardoor ze zulke leuke dagen kunnen blijven bijwonen. Jullie zijn ook opdrachtgever van Bovenlander en Bovenlander, want die voeren zeg maar, het walking hockey uit hier? Ja, die zetten we in als, om de clinics te verzorgen, dus die helpen ons om het te promoten. En Floris Jan die heeft zich ook gecommitteerd als ambassadeur voor het walking hockey. En zo zijn we hier vandaag in Utrecht, maar volgende maand zijn we bijvoorbeeld in Groningen om het te promoten. Dus we trekken het hele land door. Walking hockey is niet alleen maar op zich staan, maar jullie doen veel meer sporten die mensen zeg maar, aan bewegen, meer doen bewegen. Maar het is ook één tegen eenzaamheid. Tegen eenzaamheid wil ik het nooit zo noemen, maar ik vind het belangrijk dat mensen op latere leeftijd hun sociaal netwerk behouden. Precies. En dat het mogelijk is dat ze kunnen mee blijven doen. Daar gaat het om, dus het is een preventief project. Daar maken wij ons als ouderenfonds heel hard voor. Dat je op late leeftijd dus je sociaal netwerk behoudt. Heel goed. Bert sprak ook nog even met Floris-Jan Bovenlander apart. Ja, Floris-Jan Bovenlander. Geweldig dat je hier bent. Jij bent een van de mensen die enorm goed bezig is om mensen in beweging te houden. En ook zeg maar walking hockey te stimuleren. Ja. Hoe kom je er zo bij om walking hockey te stimuleren? Nou, wat ik het mooie vind bijvoorbeeld van walking hockey, eigenlijk van alle sport en van zeker hockey, want ik ben natuurlijk geboren getogen hockey, is het bij elkaar brengen van mensen. En dan maakt het niet zoveel uit hoe hard je rent, hoeveel kilometer je aflegt. Uiteindelijk is het samen bezig zijn en bij elkaar zijn. En dat is voor mij het belangrijkste. En dat is met walking hockey ook. Mensen die niet zo vaak meer buiten komen, omdat ze niet kunnen rennen, maar wel hockey er leuk vinden. Of mensen die nog nooit gehockeyd hebben, is het op zich een makkelijk instapmodel. Ja. Daardoor vind ik het eigenlijk leuk. En je ziet, het zijn nu nog kleine groepjes, maar je ziet bij een aantal locaties dat het steeds leuker en beter wordt. En dat er meer mensen mee gaan doen. En dat is eigenlijk wel ontzettend leuk. Het enthousiasme is hier van de deelnemers heel hoog. Je bent nu bij de 60-plus hockey, de OLW's, ja. De onderlinge wedstrijden. En denk je dat het zal aarden bij die OLW's? Nee. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ja. Die zijn nog te fanatiek en die willen gewoon nog rennen. Ja. En dat is ook heel goed. Maar het is wel goed om het naast de 60-plussers een groep te hebben die dus niet meer mee kan doen, maar wel erbij wil horen. Dat vind ik ook. Vind ik en daar is het heel goed voor. En misschien dat er een aantal zijn die over 2 of 3 jaar hier wel aan mee gaan doen, op een bepaalde manier. Omdat ze, ja, helaas zullen ook onder de groep die er nu nog is, die allemaal heel fanatiek zijn, misschien eentje vallen en zijn heupen breken en alleen nog maar kan wandelen een stukje, kan ook meedoen en er wel bij horen. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is erbij horen dat ook voor de 60-plussers kan. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn als er een groep ontstaat die er graag bij wil horen en ook uit Nederland rondreist met jullie mee om te kijken om ook een leuke dag te hebben. Ja, nog even Floris-Jan, de derde helft, hè, daar gaat het natuurlijk om. En het is ook altijd fijn als mensen meedoen met walking hockey, dat ze er ook gewoon lekker een beetje bij horen. Ja, dat is uiteindelijk de derde helft. Ik ben zelf ook gestopt met hockeyen. En met mijn oude teammaten drink ik nog wel eens een drankje. Maar zonder hockeytenue is dat anders. Dan hoor je er toch niet helemaal bij. En het maakt niet uit hoe hard je loopt, want ik heb hier een beetje rondgekeken. Er zijn mensen die niet met walking hockey mee willen doen, maar die rennen ook niet zo heel veel op de velden. Dus het is gewoon lekker bezig zijn en hier wordt stiekem een beetje gerend en daar wordt heel veel gewandeld. Het maakt uiteindelijk niet zoveel uit, je bent buiten. Je zweet ook met walking hockey een klein beetje en je komt naar binnen en je gaat lekker met elkaar een drankje drinken en een lunchje. Fantastisch verhaal, heel hartelijk dank en dit gaan we zeker eventjes uitzenden. Dankjewel. Dankjewel. Heel goed. Hans,
En nou ja, jij bent een van onze leden OLW, maar ook altijd actief. Niet alleen OLW, 60-plussers. Ja, 60-plussers natuurlijk. Ja. En ook een twitteraar. Maar daarnaast ben je ook, maak je ook altijd hard voor het walking hockey. Kan je er iets over vertellen? Ik maak me hard voor de bewegende mens. Heel goed. Het is hartstikke mooi om, als je die mogelijkheden hebt, om je verleden te gebruiken om mensen uit het heden in het aan het bewegen te houden, aan het bewegen te brengen en liefst zo lang mogelijk, dat een leven lang hockey. Dat is hartstikke leuk. Als je daar resultaat van ziet, al gaat om 5-6 man, dat is fantastisch. Iemand die uit het veld komt lopen en zegt, ik was zo gaaf vandaag, zo leuk, dat moeten we vaker doen, daar ben ik al blij van binnen. Daar krijg je gewoon een warm hart van. Dat is vreselijk leuk. Ja. En dat doe ik heel graag met Jongen samen. Jongen is zeer actief en we sparren bijna dagelijks met elkaar, we leren van elkaar, we leren wat betreft dingen en het is toch de meute weer te lopen. En het is overal kan. Maakt niet uit. Ja, het is niet toevallig bij de OLW 60-plus hockey, maar het kan ook bij clubs, hè? Absoluut. Onze leden, dat weet Johan ook, zitten over het hele land. En bij iedere vereniging zou je als 60-plus lid voor je steentje bij kunnen dragen om te kijken of je anderen aan het bewegen kunt krijgen. Kijk, zelf bewegen al, maar een andere beweging is het mooiste cadeautje wat je kunt krijgen. Dus het is eigenlijk ook een oproep aan de leden van de 60-plus om wat reclame te maken binnen hun eigen. Nou, ik weet dat Al van der Rijn dat met ons leden al aan het doen is. Dat is hartstikke mooi dat we dat doen. Wij hebben ook de expertise en ook de fitheid. Hè? Jongens, hartstikke bedankt voor dit interview. Ja. En ik hoop dat het een groot succes zal worden. Dank je wel. Graag gedaan. Jongens, tot de volgende keer en hartelijk bedankt voor de camera weer. Dank je.